Ik ben Mirjam Castro. Ik sta hier voor mijn schilderij wat ik geschilderd heb. Het is abstract. Het heet Heat. Dat houdt in warmte, liefde, gezelligheid. Het is, je voelt je er goed bij als je er naar kijkt. Het is fijn als je dat in je kamer hebt hangen. Verder is het abstract en het is een beetje met een rakeltechniek. Dus je ziet de figuurtjes erin. Die zijn van Gerard Richter, een Duitser, die daarmee is begonnen. En die heeft me enorm geïnspireerd, vandaar dit werk. En ja, je doet op de uitleg, dat is dus een hulpstuk, is de rakel. Dat is een plat voorwerp met een handvat, zoals een metselaar metselt. En ja, je doet de kleuren erop met de rakel en je maakt gewoon een schilderij met de kleuren vooral. En dat is iedere keer een verrassing wat eruit komt. Dit is een ander werk van mij, het is Energy genaamd. Er zit heel veel onder, structuur onder. De kleuren gaan in elkaar over. Het is ook acryl. En ja, het geeft energie. Het was een moment dat ik voelde van, zet mijn energie in mijn painting. Energie is wat ik dus, wat je ziet op het doek. Ik bedoel, het spat uit elkaar, het geeft warmte. Je hebt zin om van alles te doen en dat zie je ook in je painting, in deze painting. En met de kleurenverwerking. Energie is iets wat je voelt. Dat is bij iedereen anders.